geduld alstublieft. Er is nog één wachtende voor u. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Nog een moment geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk doorverbonden met een van onze medewerkers. Goedemorgen, gemeente Sittard Geleen. U spreekt met wij dan? Hallo, u spreekt met Richard Snoeker. Ik hoorde van de buren dat mijn ouderlijk huis in Eindhoven had gisteren bezoek van twee van de gemeente. Die vroegen of er een wietplantage was in het huis, wat een belachelijke vraag is. Maar ook dat de woning leeg zou staan, terwijl de woning vol staat met spullen van mijn ouders en mijn zoon die er gewoond heeft. Maar iets met de wetsleegstand, dat ze zouden willen dat dat huis dus in handen komt van anderen. Maar dat huis is een koophuis en mijn moeder leeft nog, al zit ze in een tehuis. En dat huis, daar ben ik dagelijks en ik werk ook in dat huis aan de fiets van mijn vader. Dus ik vraag me af wat de gemeente voor problemen heeft met dat huis in Eindhoven. Nee, dat is inderdaad, even kijken, leeg, ze zien het eigenlijk als een leegstaand pand. Ja, het is vol met materiaal van mijn ouders, van mijn zoon die er gewoond heeft. Ja, ik dacht, het is een koopwoning. Het is een koopwoning, ja. En de vraag een wietplantage, om dat direct in het criminele te betrekken, dat vind ik wel heel grof. Ja, nee, ik begrijp het niet. En om welk adres gaat het in Eindhoven? Het gaat om Kerkhofweg 9, postcode 6142, BP Bernard Pieter. Bernard Pieter, oké. Okay. Even een momentje, dan ga ik kijken welke collega ik vroeger kan bellen. Ja? Is goed, ja. Dank u wel. Dank u.